ben Betty Vramer, 43. Ik ben zakkenroller van beroep. Kan er nou een file zijn tijdens corona? Ik heb heel veel vrienden en die doen dat allemaal. En ik heb ook allemaal meisjes die voor me werken. En ik kan er goed mee verdienen. Vroeger was ik dat niet, was ik artiest. Standbeeld. Maar dan zag ik al die zakkenrollers en dan dacht ik, ja, verdienen meer dan ik. Nou, zij gingen gewoon er vandoor binnen een seconde met een paar duizend euro. En best aardige mensen hoor. Ik heb mijn beroep gemaakt en zo werken er een aantal meiden voor. Ik werk niet met mannen. Wat nog meer? Ik heb me opgegeven voor het leger des Heils. Hartstichting en zo. En dan kan ik wel huis aan huis. Iedereen heeft het krap. Allemaal echt moeilijk. En krijg ik die 4000 euro van de regering? Nee. Ja, daar verdien ik goed aan. Pinkpop. Wacht ik het hele jaar op eigenlijk. Gaat nu niet door. Dat is gewoon kut. Ik moet nieuwe wegen vinden. Creatief zijn ben ik al, hè, van aard. Ik heb je al verteld. Ik ben artiest eigenlijk. Ik weet het even niet. En wat doet iedereen? Wat doet iedereen hier? Het is gewoon een file. Laat het zien. Het is file. File. In coronatijd. Fucking normaal.